Companies will come, they will build, they will expand. Ik verwacht een avond vol vuurwerk eigenlijk. Je weet niet wat je kan verwachten natuurlijk van Trump, dus ja, we gaan het zien. Nog niet moe? Nee, ik sta hier vol adrenaline. Ik heb er zin in. Je doet ook nog gewoon een drankje vanavond, zie ik. Ja, je moet weer doorheen komen, toch? Ja, het wordt een lange avond. Ik vind de debatcultuur zeg maar, in Amerika interessant. En dat wij hier in de Melkweg, wat wel een mooie locatienaam is, zeg maar, daar live naar kunnen kijken. Terwijl 200 jaar geleden dat op een heel andere manier, maar toch hetzelfde ook gebeurde. About what's best for growing the economy. How we make investments that will actually produce jobs. We thought that this would be something we could tell our grandchildren. That we were in Amsterdam. We went to sleep. We got up. We came here. We expect Hillary Clinton to kill Donald Trump in the debate. Because Donald Trump is not very intelligent. Ik denk dat het voor iedereen, Amerika en de wereld, want we kiezen ook een heel klein beetje onze president. En we hebben toch het gevoel dat het ook een beetje van ons is. Dat het voor iedereen beter is als Hillary gewoon wint. Dus ik heb ervoor, ik hoop dat zij wint.